Want Pedro Pascal gaat in Gladiator 2 spelen, jongens. Dus dan weten jullie dat alvast. Nou, dat snap ik dan weer wel. Dat snap je. Oh, dat snapt hij dan weer wel. Ja, als je eerst een Russell Crowe Gladiator chap hebt. En niet natuurlijk met deze foto, waarop hij lijkt alsof hij zo'n incognito maskertje met een neus en bril op heeft gezet. Ja. Maar als je hem dat met dat. Zo'n fopneus. Ja, zo'n fopneus met zo'n bril. Hij zag er ook wel weird uit tijdens de Met Gala, hoor. Ik weet niet of hij vindt het leuk om lekker dorky te doen. Maar als je hem gewoon van die korte krulletjes geeft, ik zie hem wel als een Gladiator type. Maar Russell Crowe is rowdier. Ik vind hem niet een rowdy guy. Nou, we hebben hem als Joel wel rowdy, een rowdiere kant gezien die we nog niet van hem kenden. Ik denk dat hij het kan. Rowdy kant is dat nog steeds. Ja, maar daarom. Russell Crowe was daarvoor, hij was wel rowdy, maar hij was niet per se een soort van scruffy of zo. Ik had daar ook wel moeite met het einde van The Last of Us een beetje. Ja? Ik vond het Nee, snap ik. Ik vond veel van die castings. Ik zeg juist, hij heeft een veel te amicaal hoofd. Alleen hij heeft me wel verbaasd door Joel. Dus ja, nogmaals, weet je, als hij hem onder het zand dieft en gewoon van die korte zweterige krulletjes geeft, dan kan ik me voorstellen. Niet elke fucking Gladiator was natuurlijk ook, en dat is natuurlijk Russell Crowe ook niet, één grote gespierde fucking Gladiator. Were you not entertained? Nee, maar ik voel, het voelt me alsof voordat hij als slaaf gemaakt werd om in een arena te vechten, heb ik het idee. Maar dat deed ze met iedereen. Hij zich er wel uit had geweezeld. Ja, nou, maar misschien is het wel een toon. Misschien is hij niet de Gladiator. Misschien is hij leeuw. Bijvoorbeeld. Misschien is hij wel Aurelius die gewoon dit doet. Ik wil dat Pedro Pascal alleen nog maar rollen doet waar hij denkt dat hij in een pak zit, maar dat hij eigenlijk gewoon alleen de stem doet. Paul Mescal zit ook daar weer in. Yep. En Denzel Washington. En Denzel. Nou, dat is wel cool. Ik vind het zo gek dat maar Paul Mescal wordt dan toch een Gladiator en niet. Hij wordt dan toch gewoon iemand die. Hij wordt een ruikeluisboy die gewoon. Denk jij denkt dat hij wordt een Joaquin Phoenix? Dat denk ik. Ja. Maar wordt hij ook. Wat is Gladiator 2 eigenlijk? Het is het sequel op Gladiator 1. Maar gaat... Ja. Wat, maar, ja, maar zo? Een ander Romeins verhaal. Nee, maar het voelt niet als iets met wat Ridley Scott Marcus zin in heeft. Aurelius-achtig iets. Ik denk het wel, anders doet hij niet. Nee, hij doet het niet voor het geld meer. Maar, nee. Maar, ja, maar... Ja, nee, fair. Ik wist het eigenlijk ook niet helemaal. Maar zit Russell Crowe er ook in? 2 uur geweest! Pats. Nee, Russell Crowe zit er niet in. Is die niet dood ook? Hoe gaat de Gladiator ook alweer? Hier, Pascal will be starring in the sequel alongside Lead Paul Mescal, dus dat die inderdaad, hoe betreft Lucius, the son of Connie Nielsen's Lucilia en nephew of Joaquin Phoenix Commodus. Dat bedoel ik. Het is zijn neefje. Het is het neefje van Joaquin Phoenix Commodus. Nee, Paul Mescal speelt dat dan toch? Oh zo, oké. Ja, fair enough. Ja, want die speelt Lucius. En Barry Keoghan speelt erin, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Denzel Washington. Plot remains under wraps, however, previous reports state that Maximus, Russell Crowe, act of saving Lucius and Lucilla while avenging his family, left a strong impression on the young Lucius. Ja, oh, het is young Lucius. Ja, oké, okay, nee, fair enough. 22 november 2024, dan kan je hem gaan checken in de bioscoop.